Het is weer ouderwets druk in de stad, want er worden van allerlei dingen georganiseerd. Zo ook in de Scheltema, want vandaag is het Winterbierfestival. Wat maakt nou een winterbier een echt winterbier? Nou, ik vind dat een winterbier echt een mooie warme smaak moet hebben. Ook een beetje verwarmend juist moet zijn in de winter. Nat, guur, dat moet wel wat hoger in de alcohol zitten. Winterbier mag voor mij ook best wel rokerig zijn. Een beetje denk aan de stormen die we 2 weken geleden hadden. Een bier wat op een rokerig whiskyvat heeft gelegen. Wil jij per se warm worden van bier? Ja, dat is wel hoe mensen winterbier omschrijven, dat je er een beetje warm van wordt. Het moet gewoon een complexe, mooie, robuuste smaak hebben. Een ijsbeer die kan natuurlijk geen warm bier tappen. Kaneel en koriander en een beetje kruidnagel. En dat maakt nou echt wel een bier, een winterbier, vind ik zelf. Is dat de hersbok die ik heb? Ja, hoe smaakt het? Je hebt hem net ook geroken en geproefd. Ik ga hem heel eerlijk gezegd dadelijk weggooien op het toilet, want ik vind hem heel vies. Speculaasbier, die vind ik ook heel erg lekker. Aanrader. Moet je ook doen, zeker weten. Je hebt met een bakker omgedraaid of zoiets. Weet ik veel wat hij allemaal vertelde. Maar heel goed. Maar je kijkt dus wel ook naar wat er wordt verteld bij het bier. Of gaat het meer om het drinken? Nee, dat vind ik allebei leuk. De langste man van Nederland. Ja, dat klopt. 2,23. Bier is persoonlijk. Bier is smaak is persoonlijk. Ja, wat moet je ermee? Ja. Proost. Ja, cheers. Goeie stout. Stoute bier, zeg maar. Lekker. Als normaal bier denkt, dan denk je, hey. Maar die stouten, die gaan wat dieper. En kan je eens voordoen hoe jij dit goed gaat proeven nu? Hoe zou jij dat doen?